Zo, mijn mensen, het is je boy Ray VLN. Jullie weten het wel. Nou, mensen, ik ben weer terug, sowieso, zoals jullie hebben gezien. Ik moet nog even zeggen, ik heb beelden bekeken van de laatste vlog die ik had nog gedropt. Waar water een beetje overstroming was geweest. Ja, overstroming een beetje. We moeten even terugkijken naar deze beelden, want ik schrok er ook zo van. Ik had het niet zo besef gehad dat het zoveel was. Dus ik stuur even Ray even daar naartoe. Sweat that, you can bet that, never gotta sweat that. You can bet that, never gotta sweat that. Even nog een kijkje nemen. Ik zou letterlijk al die auto's weg moeten halen. Wat te Tot hier was het water, hoor. Je moet nagaan, die water lijkt alsof het hier verdwenen is. Kijk hoe laag die nu is dat, hoor. De water wat hier is, moet toch ergens naartoe? Dus het is het verschil tussen ochtend en avond, hè? Dat water dat gaat hoog en laag, echt bij vloed. Okay. In de ochtend is het waarschijnlijk echt enorm water. Kijk, de water is al nu weg, maar als je de beelden van toen gaat bekijken naar nu, hoeveel water er was en hoeveel water er is, denk je bij jezelf, hè? Hoe dan? Hoe? Hebben ze de sluis dichtgegooid of hoe, weet je wel? Nou, voor die dingen, mensen, ik stuur even Ray even naar die plek toe en dan komt het goed, weet je toch? En dan zeg ik tot kijk. Nee, ik ga zo rechtdoor, man, weet je wel? Met de ja, gewoon door de gaten. Ja. Ja. Probeer eens even. Weer gek. Het is niet de eerste keer, het is te zoveel straf, ja. Zo. Zo. Oh, ja. Ik weet niet wat dat is, man, daar zo. Ik denk dat het water heel diep is. Ja, het is echt diep. Oké, mensen, hier stond best wel wat water. Dat tot met hier, hè? Tot hier. Dat zee hier, dat ligt er nog. Dat stond in de tafel. Tot hier. Oh, dat was best wel veel lang, eens kijken dan. Nou, Ray, als jij even wat gaat eten, even in de restaurant. Ja, is veel. Dat is helemaal onder en zo. Helemaal, tot hier zo ongeveer. Mensen, moet je nagaan dat hier ook water stond. Volledig. Nou, we zullen de resultaten vanaf nu zien. Ja, het is echt, hè? Zo. Hoe het was eigenlijk. Want water is best wel wat naar beneden gezakt. Je ziet het ook. De sluis is dichtgegooid, toch? Weet ik niet of dat zo is. Denk het? Ik denk wel. Hier heeft ook water gestaan, man. Heel dat stuk. Ja, dit was gewoon helemaal met water. Zo. Ik ga kijken of de winkel open is. Nou, ik ga met Flino even wat
zitten bij de winkel. Dan zorg ik even dat ik even wat spullen hier klaarleg. Zo hebben jullie gezien, hier stond vol water. Het water is een beetje weggegaan, man. Het is minder de bedoeling is. Hey, hallo, goedemiddag. Oh ja, je zit ook hier zo. Het water is nu wel lager. Nou mensen, we gaan wat eten even. Ik hoop dat de winkel open is. Ik zie jullie straks. Voor sporten, want dat is heel belangrijk, zodat we onze kijkers toch even motiveren om door te sporten. Om zo zelfstandig, automatisch zichzelf te pushen naar voren toe om toch door te sporten. Het maakt niet uit of je nou één keer in de week traint of niet. Maar het is gewoon belangrijk dat je gewoon jezelf elke dag motiveert van gewoon iets van. Ik sta even op. Weet je wat, ik ga even toch een workout doen. Weet je wel? Heb je liever dat je een workout met mij doet, dan zou ik zeggen, ik zal elke week mijn best doen. Ik ga niets beloven. Dus dan heb ik het ook gezegd. Dus dan zorg dat ik dan elke week een workout zet voor oud, jong. En dan kun je gewoon meedoen, weet je wel. En dan zeg ik mensen, ik ga wat dingen klaarleggen hier voor thuis en dan zie ik jullie straks. Deze keer doe ik het anders. Normaal doe ik dit. Ik doe gewoon de deksel op. Deksel op de pan. Toch? Nee, ik ben al bij met het bier. Ik hou het echt bij in. Hoe was het erin? In die... Nee, ik was gewoon nieuwsgierig wat erin zat. Ja, dat kan ik aan de... Wat erin zit een beetje. Nog een bakje. Appelbakje. Met nootjes trouwens, met nootjes. Ik heb nog nooit zoiets gezien. Ja, ik ook niet. Daar zag ik het leuk toen ik dacht, het echt iets van mij. Het is weer zo. Heel apart. Weet je waar het nou uitziet? Het ziet eruit als winter. Winterbakje. Oh, zo'n soort van bolachtig. Kijk, jastig. Ja, smakelijk. Ja, dat kan ik zeggen. Heerlijk man. Ja, Don't do that. Het pakhuis. Voor de mensen. Deze komt uit Den Haag. In groot pakhuis. Pakhuis burgen. Hij spreekt het anders uit. Ik heb nu wat even besteld. Ik heb een lekker combinatie van een slagroom, chocoladeslagroom. Ik krijg een lekker koekje bij. Plus een appeltaartje erbij besteld. Meestal is het bij de koffie, maar ik dacht. Ik wil het bij de chocolade. Mag ik eentje proeven vanwege dat je nu eigenlijk een stukje van mijn dingen hebt besteld? Dit is het wel een klein beetje rozijntjes in, dus probeer die rozijntjes een beetje te ontwijken als je die lekker vindt. Ik doe een beetje slagroom. Dat is voor de belastingdienst, zodat je... Jawel. Ja? Maar wie stonden de rozijnen dan? Ja, dan zei ik al, als je er niet van rozijnen houdt, moet je even tussen uithalen. Maar de rozijnen is om de smaak te overtreffen. Te overtreffen, weet je wel. Ja, ik vind het wel lekker. Het is niet. Ik had daar gewoon zin in, ik weet niet. Ja, ik had zin in deze hamburger gewoon. Door mijn strot in te doen.
Hey trouwe kijkers, ik heb de deksel weer opgehaald. Nou mensen, ik ben sowieso klaar met degene klaarleggen. Maar ik moet wel zeggen, dit schuif ik op naar de volgende vlog. En die vlog die komt ook nog vandaag. Als ik het over vandaag heb, dan zal die maandag moeten binnenkomen. Op dezelfde dag dat de andere vlog is uitgekomen. Het is verwacht dat er een tweede vlog gaat uitkomen. Wees voorbereid. En dat is de sportvlog slash... Ik wil niet te veel zeggen, ik wil de verrassing houden voor jullie. Snap je? Dan zeg ik... Oh, vergeet niet te abonneren. Subscribe op mijn YouTube channel. En zoals... Dan zeg ik... Peace out. Dar. Go hard, go. Go hard, go hard.